ook. Dus hier zit er nog wel een stuk of 20 volgens mij. Ook nog. Een kleine? Zeg je? Ja. 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 Ik ben Gerlof van Engelhoven. Een van de twee initiatiefnemers en organisatoren van het Cultuurbarbaar-festival. Ik ben Lovie Kessel en samen met Gerlof ben ik de initiatiefnemer van Cultuurbarbaar 2013. Cultuurbarbaar is vorig jaar ontstaan eigenlijk als stageproject. Gerlof en ik liepen allebei stage op de universiteit en we hielpen een docent van ons met het financieren en het opzetten van een conferentie. Maar langzamerhand vonden we het onderwerp van de conferentie, barbarij, vonden we dusdanig interessant en inspirerend dat we eigenlijk dachten dat we misschien iets leuks mee konden doen vanuit onszelf. De conferentie ging over barbarij en wij wilden de barbarij van die conferentie op een kunstzinnige manier tot uiting brengen. En zo is Cultuurbarbaar eigenlijk ontstaan. Enerzijds willen we graag een podium bieden voor jonge kunstenaars en amateurkunstenaars. Dat wil zeggen dat ze niet per se een kunstacademie bijvoorbeeld gedaan hebben. Cultuurbarbaar wil een brug slaan tussen aan de ene kant de universiteit en aan de andere kant het bruisende culturele leven in de stad Leiden. Zodat die ook ideeën kunnen uitwisselen en met elkaar in discussie kunnen gaan. Dit jaar is het een stuk groter dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we maar één ruimte waarin alles tegelijkertijd gebeurde. Deze keer doen we het juist heel anders. Dus we maken gebruik van verschillende ruimtes in Leiden. Onder andere omdat het thema van dit jaar is Walter Benjamin, de cultuurfilosoof die ook veel over de stad heeft geschreven. Dus we willen meer gebruik maken van Leiden als stad. Het begint in de Vrijplaats. Daar is het middagprogramma van 3 tot 9. Daar zijn kunstenaars bezig. We hebben performance, we hebben muziek, we hebben action painting, we hebben poëzie. Vanaf de Vrijplaats start er ieder uur een stadswandeling. En die leidt door verschillende plekken langs Leiden. De derde locatie vanaf 8 uur 's avonds is de Kubus. En daarin hebben wij heel veel bands en muzikanten die ofwel een eigen programma verzorgen of met elkaar in jam sessies en band battles op de vuist gaan. Het Cultuurbarbaar Festival is op vrijdag 30 augustus van 3 tot 8 in de Vrijplaats en van 8 tot 12 in de Kubus. De toegang is €5 en voor meer informatie kun je terecht op cultuurbarbaarfestival.wordpress.com.